Dinsdagochtend was het nog relatief rustig in de atmosfeer. Hield de wind zich nog eventjes gedijst en dat resulteerde in een spiegelglad wateroppervlak. En gecombineerd met die opklaringen en wolken leverde dat een hele fraaie zonsopkomst op. Die rust in de atmosfeer was van tijdelijke duur, want daar gaat later deze dinsdag alweer verandering in komen. Ter hoogte van Ierland ligt de kern van een lage drukgebied. En het komende etmaal gaat die kern van dat lage drukgebied over Schotland en de Noordzee richting het zuiden van Scandinavië trekken. Dan zul je misschien denken dat is allemaal ver ten noorden van ons, maar aan de zuidflank van die depressie krijgen wij wel met het windveld te maken. In de loop van dinsdagavond gaat de wind dan aanzwellen. Op de Noordzee komt tijdelijk windkracht 9 te staan. En bij ons zullen vooral de westelijke en noordelijke provincies tijdelijk ook even windkracht 7, misschien wel windkracht 8 meemaken. Dieper landinwaarts worden die waarden niet bereikt, maar zal de wind toch wel behoorlijk vlagerig zijn. In de loop van woensdag trekt de kern van dat lage drukgebied dan verder weg naar het oosten en gaat ook bij ons de wind weer in kracht afnemen. Nou, dat was de wind. Blijft het daarbij ook droog? Nee, is daarop het antwoord. Want dat lage drukgebied gaat ook gepaard met storingen. En dat heeft ervoor gezorgd dat vanmiddag de bewolking al is toegenomen. En vanuit het westen komt er dan ook een regenzone dichterbij. Die trekt vanavond en vannacht oostwaarts over ons land. Morgenochtend zal het dan geleidelijk weer droog worden. Maar daarachter ontstaan ook nog een aantal losse buien. En pas later op de woensdag en donderdag zal het dan weer droog worden met opklaringen. Nou, dan nog even kijken hoe dat er in de weersymbolen uitziet. Vanavond dus vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. In het oosten en zuidoosten is het eerst nog wat droog, maar daar zal die regenzone uiteindelijk ook aan belanden. Temperatuur ligt tussen 8 en 10 graden en de wind gaat dus steeds verder in kracht toenemen. Vannacht verandert er aan de temperatuur vrijwel niks. Eigenlijk in het hele land periode met regen. En vooral dus in de kustgebieden die stevige wind. Voor Friesland, Noord-Holland en de Waddeneilanden geldt code geel. Daar kunnen zware windstoten voorkomen tot 85 km per uur. En ook dieper landinwaarts dus veel wind, een vrij krachtige wind. En in de kustgebieden dus hard en af en toe stormachtig. Ook morgenochtend hebben we nog met veel wind te maken. Het zwaartepunt van de regen trekt dan geleidelijk weg naar het oosten. Daarachter komt er ruimte voor opklaringen. Vooral in het westen van het land kan de zon dan even doorbreken. Maar helemaal droog wordt het niet, want er komen nog buien tot ontwikkeling. Temperatuur is behoorlijk hoog voor tijd van het jaar. In de dubbele cijfers 12 of 13 graden. En dan te bedenken dat het in januari normaal 5 of 7 graden is. Nou, en die hoge temperaturen zijn we voorlopig ook nog niet vanaf. Als we dan even de temperatuurpluim als laatste bekijken, zien we dat de lijnen onverminderd hoog blijven, zo rond de 10 graden schommelen en ook weinig dagelijkse gang. Dus vrijwel geen verschil tussen de maximum en minimum temperatuur. Dus voorlopig blijft het behoorlijk zacht en daarbij ook geregeld wisselvallig. MUZIEK.